Ja, dames en heren, u zult wel denken, maar dat kan me geen reet schelen. Ik ben de rechtmatige eigenaar van Camping Pernis. En in die hoedanigheid mag ik dan ook zelf mijn eigen gedoogbeleid bepalen. Campinggasten mogen dan ook vanaf nu in bepaalde mate drugs gebruiken. Ja, daar ben ik het dus helemaal niet mee eens. Luister nou, Beertje Boshout, met je roze rozijntje. Ik kan er ook niks aan doen. We zitten op Camping Pernis nou eenmaal met de allochtone medemens opgescheept. En ja, die loopt nou eenmaal standaard krom van de drugs. Ja, dat is dus helemaal niet waar. Is gewoon de realiteit, Beertje. Er zitten Antillianen op de camping. De bolletjes rollen door de toiletgroep. Er zitten moslims. De hashishlucht van de rode Libanon hangt in elke trekkerstent. Er zitten Chinezen. De ongesneden cocaïne stuift door de kantine heen. En dat wil jij allemaal tegen gaan lopen houden. Ja, maar dat hoef je toch niet aan te moedigen? Ik moedig niks aan. Ik stel het alleen niet strafbaar. Ik gedoogd. Ik heb mijn naaste gebruiker het lief. Ik kan er ook niks aan doen dat de allochtoon een potentiële drugsverslaafd is. Dan moet je in het land van herkomst zijn. He? Zolang ze op de Antillen te beroerd zijn om het probleem aan te pakken, gaat ik hier echt niet de witte boem aan lopen spelen, hoor. Bruine gebruiken nu eenmaal. Kom omdat ze kansloos zijn. Ze hebben geen uitzicht. Zou dat toch met een speedo komen? Nee, Beertje, ze komen met een speedboot. Zet je brilletje nou maar op en niet laten merken dat je er niks van af weet. Who the fuck of you is Freddy van der Meer? That's me, handsome. Have you got some merchandise? Have you got the money, you fuckface? Yes, we've got your dirty drugs money, honey. Beertje, laat hem de check maar zien. What the fuck is this, a fucking piece of paper? No, beauty. This is the street price. 50,000 keiharde euros. My mother won it with the lottery. So you don't have to wash it white. You see, it is legal. You can cash it at any bank depositor. So now you. Show me what you've got, baby. Is it allemaal hetzelfde? Kan ik weer niet kiezen. Okay, it's good. Money. Wil hebben. Ten eerste weet ze helemaal niet meer hoeveel ze gewonnen heb. En ten tweede, mijn kleine bruine poefvriendje, heeft dit een straatwaarde van meer dan een ton. Waar die sukkels uit Italië mee wegvaren is 50.000 euro. Het enige wat ik dus doe is het kapitaal van die demente vaatdoek verdubbelen. Kwestie van je koppertje gebruiken. Oeh, laat dat dealen nou maar aan mij over. Het enige wat jij moet doen met je gebleekte aarsje is deze handel heel erg goed verstoppen, zodat niemand iets vermoedt. Dan ga ik met dit ene pakketje even kijken of er op de camping nog interesse is. Zet ik vast een lijntje uit. Voel je hem? Ga nou maar. Goed verstoppen, hè, Beertje? Verzin maar iets briljants.
Hallo jongens. Zijn jullie misschien geïnteresseerd? Wat is dit? Ja, wit poeder, je weet wel. Nee, we hebben net nog een pak wasmiddel gekocht bij de campingwinkel. Laat maar. Hé, hey Johnny. Jij nog een lijntje? Wat kost het dan? Het is 2 ruggen en een heel pakje. Ja, al goed ben je half lul. Dat geld voor een hele schoenen skybox in de arena. Ja, nou, alsof je daar zo vrolijk van wordt. Hij is beter die badkaap hier, oh. God, wat heb je voor een zak aaien gekocht, hè? Oh, die Lucius. Van wie komt er naast je oude kerel, man? Ja. Hey. Rustig aan, hè, want ik stuur je zo terug naar 020. Kun je een nieuwe grasmat gaan leggen met je open dak. Brutaal, die Amsterdammers. Maar gebruiken, Homer. Oh, misschien heb ik daar iets meer succes. Zijn de Polen. Hallo, jongens. Wilde hier misschien nog iemand... Heb je ook lekker Velan? Die asperges wijzen alleen maar naar de grond. Zal toch wel 1 bruine zijn hier zo waar ik die ellende aan kwijt ken? Is toch godverdomme een allochtone camping? Zo, juffie. De kussen zit er weer op. Zeg dat wel. Ze bakken er niks van. Kan jij hier nog iets mee? Er zijn er wel een paar op de grond gevallen. Oh, geef niet, Jill. Dat proeven ze toch niet. Wil je wat drinken? Oh ja, geef maar een wit wijntje. Psst. Doe jij aan de lijn? 200, weet je alles. Laat eens proeven. Leg er maar eentje neer. Here you go. Zo. Daar knap je van op. Ik heb 2 kilo. Moet jij weten? Dom goed spul. Dat kan jij leveren. 2 kilo, Harry. Voor een tonnetje ben jij het heertje. Dat is goed. We hebben een deal. We nemen me niet in de zeik, hè? Harry, ik ben het. Freddy. Ik waarschuw jou, lulletje van de meer. Zij mij loopt te fokken, dan zorg ik ervoor dat de hele motorbende jouw artiest aan ingang neemt. Zonder te spugen. En ik sla jou hoogstpersoonlijk de 2 grootste azuurblauwe ogen van die hele kutcamping van je. Zijn we eruit? Ben jij nou maar niet bang, Harry, met je brommert? Door heb ik jou ooit teleurgesteld? Heb ik jou ooit laten zitten? Heb je gehoord of niet? Jawel. Ik ga als een speer dat speelhallenbeertje. Harry staat te wachten. Hoe is het met je moeder? Leg ze nog in het ziekenhuis. Ja. Ik heb net een vlat van de kut weg laten halen. Goed verstoppen, hè, Beertje? Verzin maar iets briljants. Welke oetlul stopt er nou voor 50.000 euro cocaïne in bussen met poedersuiker? Ja, je moet toch goed verstoppen? Ik denk dat ziet niemand. Huh. Klootviool. Doet het nog zeer? Doet het nog zeer? Ik heb verdomme 4 weken niet zitten. Dat die motorclub nog zoveel leden heeft, hè? Allemaal aan bij je door de war. En wat zeg ik tegen mijn moeder? Je hebt je eigen hoofdprijs op je eigen pannenkoek zitten strooien? Nou ja, ik vond het wel niet zo'n goed idee. We hadden verdomme schat hemeltje rijk kunnen zijn als jij niet zo'n uienplan had bedacht. Hallo, geef hier eens 2 biertjes. Sorry, het amusement is de bar gesloten.
Tijdens het amusement, ja. Dit is toch geen amusement, die kankerherrie? Hier zitten de witjes uit. Rond je neus. Zal ik er nog wat boorzalf op smeren? Wel ja, joh. Smeer er nog wat boorzalf aan. Dat mag wel kosten allemaal. Ik ga even dansen. Bin. Bin laden. Ik weet dat je in de put zit. Doe je lichtje eens aan. Hoe zit je gewacht, hè? Ik kom nou al 6 weken netjes om het kampgeld vragen en steeds heb jij een ander smoesie, hè? Goeie jongen, maar hoe is het? Nee. Nee, jij gaat nu betalen, binnetje, anders zal je eens wat leven. Ja. Wat hen dan? Nee, dan zal ik mijn granaatje eens laten zien. Morgen sta jij om 9 uur bij de receptie met €319,28. En anders zet ik je van de camping af. Met je hele harem en je Al-Qaeda groepje erbij. Dat je het weet. Thomas! Daar gaat het.